ik was toe aan iets nieuws. Ik was toe aan een avontuur en ik kreeg een kans om full prof te worden daar. In de eerste 2 weken had ik heel veel moeite met aanpassen. Sowieso de temperatuur waarin je traint en voetbalt en de verschillen qua cultuur en het land zelf. We hadden bijvoorbeeld in de eerste uitwedstrijd, het was al gelijk na een week, was op een ander eiland. Dus hadden we eerst een 2,5 uur durende vlucht. En vanaf het vliegveld daar gingen we werden we in kleine busjes vervoerd door de bergen. Met echt een gek als chauffeur die echt als een malle reed. En in het donker en in diezelfde nacht was er een vrij heftige aardbeving ook nog. En het waren de dagen net rond kerst. En dan, ja, dat zijn familiedingen. Dus toen dacht ik wel even van, waar ben ik aan begonnen? Ik werd halverwege het seizoen werd ik uitgewerkt. Zonder reden. Ik heb ook nooit een reden gekregen. Maar wat achteraf bleek is, was het een corrupte trainer. Die zijn eigen business deed in de club. Waardoor hij, als hij mij wegstuurde, kon hij een nieuw speler aantrekken, een nieuw buitenlands speler. En daar kreeg hij een percentage van. Al gauw kwam PSS Sleeman, een club in de stad waarin ik heb gespeeld bij mijn eerste club in Indonesië. Daar kreeg ik al heel snel een hele goede band met de supporters. Nou ja, en bij mij ontstond een ritueel dat ze een liedje, dat we samen een liedje zongen eigenlijk. En dat was I Can't Stop Falling In Love With You. Toen ik daar begon, in de helft van het seizoen, stonden ze op de derde positie. Nou, en we begonnen te winnen en dat hebben we volgehouden tot het einde, tot de finale. Die werd bij ons thuis in het stadion gespeeld. Nou, het is een capaciteit van ongeveer 30.000 man, maar er zaten er 45.000. Ja, nou, als je hier denkt, als Feyenoord kampioen wordt en ze staan op de Coolsingel met rijen dik. Nou, wat je daar zag is gewoon zonder op de platte kar en een hele lange straat. Tot hoe ver je kon kijken, stond het helemaal vol met mensen. En dat heeft zoveel indruk op mij gemaakt. Ik heb het laten beogen op mijn voet, een tatoeage met een beker erop. Die heb ik hier. Met de datum. Dat is wel echt mijn mooiste moment geweest. Dat was een van mijn laatste wedstrijden. Nou ja, die bal lag net over de middencirkel heen. Ja, ik gooi alles erin, ik gooi alles in het schot. Emotie, kracht, alles. En nou ja, die bal die ging zo hard, de keeper die heeft hem niet eens gezien, denk ik. En ja, het was een aardige afstand. Dat zijn ballen die scoor je 1 keer in je leven. Maar ja, dat zijn wel mooie momenten als het ook vastgelegd wordt op camera en op live televisie is. En miljoenen mensen zien dat. Voor mij is het bola, bisa alla vittoria. Mijn zanger Bagus. Een ander heel mooi moment was eigenlijk mijn afscheid toen ik had besloten om terug te keren naar Nederland. De reden was niet zo leuk en de reden heb ik daar ook verteld. En bij mijn laatste thuiswedstrijd hingen er overal spandoeken in het stadion met bedankt Adelmunt en al je bijnamen komen dan voorbij en ze zingen je naam. En dat was ook heel emotioneel afscheid. De reden is eigenlijk de gezondheid van mijn vader. Die kwakkelt een beetje met zijn gezondheid. En hij heeft het hier ook heel erg druk met zijn bedrijf. En, als je zo ver in Indonesië zit, dan heb je er geen controle op. Je weet niet wat hier gebeurt. En dat vond ik eng. En, ja, dus toen heb ik besloten om terug te keren, om dicht bij hem te zijn, om hem te helpen in zijn bedrijf en te steunen waar ik kan. Nou, en dat is stress is voor de ziekte die hij heeft, is dat heel erg negatief. Dus ja, we proberen het allemaal zo goed mogelijk aan te pakken en ik probeer stress voor hem weg te nemen. En tot nu toe gaat het goed. Het is al met al een heel mooi avontuur. Als je het heel goed doet, dan kan je een leuk centje ermee verdienen. Maar het is vooral, als je het doet, dan moet je het vooral doen om er van te groeien qua persoon. Want dat is wat Indonesië met je doet.